De Valkenswaardse Omroepstichting bestaat 30 jaar en dat wordt volop gevierd inmiddels op radio en televisie. In onze serie waarin we terugblikken naar het wel en wee binnen onze omroep, hebben we deze keer ook weer een bijzondere gast aan onze bar. Een medewerker van de Valkenswaardse Omroepstichting VOS-FM, moet ik eigenlijk zeggen in het bijzonder. Egbert Buiter, welkom Egbert. Dank. Ja, Hanneke, jullie zijn samen al heel wat jaren lid van de omroep. Ja. Maar allebei in een andere discipline. Ja. Ik ben nog vanaf 1990, tenminste, dat was toen dan nog Weder TV. En dat werd naar de hand, zijn wij ons aangesloten bij de Vos. Maar Egbert is er al vanaf 1994, hè? Ja. Bij de Vos dan althans, op de radio al veel langer. Ja, ik ben in 1981 begonnen met radioprogramma's bij toen Radio Royaal. In dat witte huis in België? Net over de grens. Nou, ze hebben op drie verschillende locaties gezeten, ook in een Caprock heb ik ook nog mee mogen maken. En ik ben daar begonnen, misschien wel aardig om te vertellen, ik ben daar op maandagnacht begonnen. Dan had je de nachtdienst. Hoe dat dan? Die begon om 1 uur en die duurde tot 6 uur 's morgens. Zo. Ja. En moest jij overdag niet werken dan? Wel, maar als je een beetje een goede baan hebt, dan een goede baas, ja, vooral, goede baas. Dan kun je daar een beetje in schuiven. Ik had toen een externe. Ik was veel op de weg, dus ik kon mijn afspraken dan zeg maar een uurtje later zetten. Dan kon je toch nog even 3 uurtjes naar bed. En dan om 9 uur opstaan en om 9:30 de weg op. Maar hoe kwam jij zo radiogek dan? Was je dat van kinds af aan al? Ik ben altijd bezig geweest met muziek. Ja. En nog steeds. Mijn vrouw wordt er af en toe wel eens gek van, maar ik kijk ook nooit naar een film, ik luister naar een film. Okay. Dus ik ben altijd bezig om eens te kijken. Veel muziek. Ja, zit er leuke muziek bij een film, bij een serie. Past die? Nou, ik film zelf ook op vakantie. Ja. Dan maak ik wel eens montages die, waar ik dan filmmuziek onder zet. Ja. Mijn vrouw is vorig jaar een keer naar Newcastle geweest. Daar heb ik filmmuziek onder gezet van de serie Vera. De politie-serie. Ja. Die speelt in Newcastle. Ja, klopt. Okay, en dan zijn mensen wel, die horen dan die muziek en denken van, nee, de muziek komt nu bekend voor. Ja. Ja, dat is van Vera. Ja. Nou, Vera, hoe kom je dan bij Vera? Ja. Nou, dat speelt in Newcastle. En jullie zijn in Newcastle geweest, dus... Oh, oké. Okay. Leuk. Nou, zo komt het dan muziek, bij elkaar. Maar je bent altijd gek altijd van muziek geweest. Bezig met muziek. In het gemeentehuis worden ze er ook wel eens gek van. Dan komt er weer een nieuwe medewerker. Dan zeg ik van, hey, daar is een liedje van. Ja. Oh, dat kennen ze dan helemaal niet. Want ik ben natuurlijk al een beetje gedateerd. Dus ik heb heel veel achtergrond in muziek tot in de 50 jaar. Zeg maar. Ja. En dan, komt er iemand werken en zegt van, nou, daar is een liedje van. Pak me even, er is onlangs bij Communicaties Martine ben ik gekomen. Ja. Nou, Louis Neefs heeft ooit een liedje gemaakt over Martine Nijl. Oké. Okay. Dat kenden ze niet. Nee. En Paula is er bij ons gekomen. Ja. Nou, dan krijg je Paula, begin van de 60 jaar, van Paul en Paula. Hey Paula. Ja. Dat kenden ze ook niet. Dolce en zit er ook Paula, een, en dat, zit, dat kan ook, maar er is nog een Paola. Een Linda zit er. En een Katinka misschien wel. Ja. En een, Nou ja, zo ben je dus altijd bezig met muziek in je hoofd. Ja, precies. In 2015 zijn we naar Amerika geweest. Het zuidwesten van Amerika. Nou, daar val je van de ene muziekplaat in de andere. Als je alleen maar de plaatsen ziet die je daar... Ja, er zijn heel veel liedjes gemaakt over Amerikaanse steden. Vooral in dat gebied, in Californië. Nou, pak maar Los Angeles, San Francisco. Nou, dan weet iedereen al. Las Vegas. Hè? Ja. Dan hebben we het over Elvis Presley natuurlijk. Tuurlijk. Via Las Vegas. Nou, zo zit je dus in de bus met 40 man. En ze heeft, hey, een liedje. Ja. Hey, dit liedje. Ja. Dus jouw notitieblok ik kan me al iets voorstellen bij jouw vrouw. Ja. Ja. Maar wat wel inderdaad, wat me wel opvalt, hè, jij hebt het programma, je hebt twee programma's bij ons, bij de Vos. Het ene is Kippenvel. Daarin draai je ook wel hele bijzondere muziek. Hè, die mensen thuis, denk ik, misschien wel kennen, maar waar ze niet meer aan denken. Nee. En die haal jij dan tevoorschijn. En daar zijn ooit zulke mooie nummers bij. Ja. En denk van, jee, hoe kom je er weer op? Hoe... Ja. Want zit dat allemaal in je hoofd? Of krijg je ook input van buitenaf? Ja, ik krijg ook input. Ik heb nu inmiddels 8 mensen die elke week nummers insturen. Okay. Een hele lijst. Ik heb er ook een paar bij die voor een heel jaar tegelijk muziek insturen. Nou, dat vind ik alleen maar goed. Want dan kan ik dat allemaal voorbereiden. Ja. Ik kijk ook overal bij of ik er een klein verhaaltje bij kan vertellen. Want plaatjes draaien is natuurlijk één. Maar je moet ook wat informatie informatie verschaffen. Nou, dat maakt het leuk. En ik leer er zelf ook nog steeds van. Ja. Ook omdat mensen altijd muzikale ideeën hebben waar je zelf
ook nog nooit aan gedacht hebt. Of zeg van, nou inderdaad, het is heel erg lang geleden. Het moet eigenlijk muziek zijn waar je... waar mensen ook echt kippenvel van krijgen. Ja. Ja. Nou, dat is nou een mooi nummer. Bijzonder. En dat scheelt heel erg. Hè? Want de ene krijgt ook kippenvel van muziek die ze bij een uitvaart... of bij een crematie verzorgen. Ja. Maar ook bij een huwelijk. Er zijn altijd mensen die bepaalde platen in hun gedachten hebben. Ja. En die daar een verhaal bij hebben, die emotie bij hebben. En die kan ik niet bedenken. Die moeten ze zelf bedenken. Nou, mooi. Ja. Maar hoe ben je nou bij de Vos terechtgekomen? Ja, nou ja, dat is wel eigenlijk wel een heel apart verhaal. Wij zaten dus bij Royaal. Bij Royaal gingen ze heel veel veranderen. Er kwam de computer kwam erbij. Nou, toen waren wij nog heel erg analoog. Dus computer, dat was het allemaal niet. Maar het ergste was dat je dan moest draaien wat, zoals het nu in Hilversum ook gaat, dat wat de computer of de producer jou voorschreef, die plaatje moest draaien. Had geen eigen inbreng meer? Geen eigen inbreng. 1 of 2 plaatjes per uur, dat ging dan nog wel. Dat is geen radio maken natuurlijk. Nee, voor ons niet in ieder geval. Want toen hebben wij gezegd van ja, als het niet anders kan, dan gaan we. Ja. En net in die periode las ik in de Kempen Courier dat de lokale radio hier eigenlijk, de lokale omroep, eigenlijk op sterven na dood was. Zeker de radio. Nou, er waren toen uitzendingen, ik kan me nog herinneren, was een programma Goedemiddag. Dat werd uitgezonden van 12 tot 2. Ja. En s'avonds was er nog een uitzending van 6 tot 10. Goedenavond. Dat was het. Nou, er waren verschillende programma's. Maar de rest van de dag was er dus niks. Niks. Ja. Nee. Geen signaal. Nee. Ja. Geen signaal. Geen signaal. Geen muziek ook. Nee, helemaal niks. Radio stilte. Ik denk, dat is geen wonder dat daar niemand naar luistert. Nee, precies. Die haken af. Ja, die gaan ook niet tussen. Die zeggen, hey, het is 12 uur, ik zet de radio af. Nee, dat werkt niet. Nou, dus ik heb toen contact opgenomen met Ben Huibers. Dat was toen de voorzitter van de lokale omroep. Daar heb ik gesprek mee gehad. Ik zeg, nou, wij kunnen met een man of 8 vanuit Royaal komen en dan willen wij het best op gaan zetten. Nou, een plannetje gemaakt. Nou, prima. Dus ik ben op Koninginnedag 1994 zijn wij begonnen met 8 mensen. Toen hebben wij dat verder uitgemaakt. Toen zijn we al begonnen met Omroep Brabant door te zenden op ons kanaal. Ja. Ja, dus dat er altijd iets was. Zodat er altijd muziek was, altijd geluid was in ieder geval. Nou, toen is dat in juni. Hadden wij onze verdere plannen, hadden we ook een horizontale programmering. Dus dat je de hele week op hetzelfde uur hetzelfde programma had. Daar zijn verschillende programma's uit ontstaan, uit die gedachten. Pak maar even een rondje van de zaak. Nou, dan kan iedereen zich daarbij iets bij voorstellen. Ja. 10 tot 12 verzoekplatenprogramma voor bedrijven. Je hebt Goedemiddag. Op een gegeven moment hadden we ook Goedemorgen. Ja. Hoe verzin je het? Maar dat was een actualiteitenprogramma. 'S morgens van 7 tot 9 uur. Nou. Met politieberichten erin. En dus ook echt iemand hier, fysiek in de studio. ik zat hier regelmatig. 'S morgens om 6:45 al de nieuwsberichten te verzamelen. Later hebben we daar wat techniek voor bedacht. Werk je met voice tracks. Ja. Dus tussen de muziek door werd dat gezet. Dus dat je geen 2 uur hoeft te gaan zitten. Maar ja, het kost wel allemaal tijd natuurlijk. En prima, er is ook niks mis mee. Van daaruit hebben we dat uitgebouwd. En toen hadden wij een jaar later, ik heb het gisteren nog even opgezocht. Een jaar later hadden wij 36 medewerkers. Zo. 36? Bij de radio, hè? Zo. Alleen bij de radio. 36 medewerkers. Dat heeft geduurd tot 2001. Inmiddels hadden wij een eigen stichting gemaakt. De Vos had toen eigenlijk geen financiële middelen om te investeren in apparatuur. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij toen gedaan. We hebben daar met z'n vijf hebben wij een stichting opgericht. En we hebben daar ons nek toen voor uitgestoken. En we hebben de hele radiostudio opnieuw ingericht. Nou, als ik dat bekijk in die 7 jaar, zeg maar, dat het geduurd heeft, dan denk ik dat we er wel 1,5 ton aan guldens in gestoken hebben. Het is apparatuur die slijt, maar dat gaat wel heel erg langzaam. Ja. Ik heb nu nog steeds apparatuur staan uit die tijd. En die doet het nog steeds. Ja. Ik heb thuis nou mijn radiostudio, daar maak ik ook programma's. Ja. Het gaat nu technisch allemaal een stuk makkelijker dan, zeg maar, 25 jaar geleden. Het is een hele tijd, eigenlijk. Ik was altijd over nadenken, denk ik, Dat is 23 jaar geleden dat wij begonnen op Koninginnedag. Ja. Nou, 2001 toen heeft de Vos ervoor gekozen om de samenwerking met de stichting op te heffen. Toen zijn wij hier weggegaan, eind 2001. Toen zijn we verder gegaan als internetradio. Mm-hmm. Dat was toen
eigenlijk heel iets nieuws, want dat deed niemand. Nee. Daar hebben wij onze eerste schreden opgezet op internetradio. Tot in 2008. Niet helemaal toevallig dat toen ook mijn politieke carrière wat anders is gelopen. Toen was het de Vos, zat weer in zwaar weer. Ja. Toen hebben we weer contact opgenomen met het bestuur, zus en zo. En toen zijn we gewoon programma's gaan maken. Ze hebben niet meer de stichting, want dat wilden ze niet. Oh, dat is programma maken. Nou goed, dus toen zijn we weer met 10, 12 man zijn we hier weer gekomen en hebben de zaak weer, weer opgebouwd. Ja, en tot op heden, ik ben er in ieder geval nog steeds bij. Die ik ook nog steeds tegenkom is Erwin Kloggieters. Ja, zit er die is heel lang vanaf bij. Het begin bij. Ja. Ja, met symfonische rock op maandagavond. Ja. La Villa Strangiato. Ik heb van hem ook veel geleerd, want hij heeft natuurlijk een heel andere soort muziek als waar ik normaal mee bezig ben. Maar het is wel allemaal mooie muziek zoals het in hun genre is. Ja, hè, zeker, wat we ook hebben gehad in die tijd, jazzmuziek. Country hebben we gehad, we hebben dance gehad en we hebben Brabantse muziek. Ja. Die hebben we nog steeds. Nog steeds ja. Alleen nu in een andere presentatie. Ja. Denk je dat dat belangrijk is? Vind je dat belangrijk, Egbert? Dat een lokale omroep juist zoiets kan doen? Iets wat je niet op de Hilversumse zenders Absoluut. Hoort? Absoluut. Kijk, waar men het dan landelijk over heeft, is even, je moet eigenlijk allemaal radiostations hebben met hun eigen muziek, zoals die in Amerika hebben. Ja. En dan heb je een country station, alleen maar country muziek. Ja. Ik denk dat de charme van lokale omroep, en straks misschien ook de streekomroep, is dat je lokaal, of in ieder geval regionaal, mensen ook kunt bedienen met een specifiek soort muziek. Er is erg veel behoefte aan. We hebben toen gemerkt dat die specifieke muziekprogramma's kregen heel veel respons. Bij klassieke muziek zelfs. Kijk, als je een programmaatje maakt, of een programma maakt, met al respect, met meediners en dat soort. Nou, die mensen die reageren heel erg veel. Ja, als je hard rock maakt, die reageren ook heel erg veel. Ja. En alles wat ertussenin zit is een gemiddelde reactie, zou ik zeggen. Dus dat maakt het allemaal wel leuk. En ik denk dat het voor de lokale omroep ook een hele grote toegevoegde waarde heeft. Nou, leuk. We gaan het 30-jarig bestaan voortzetten. Ja. Dus er komt nog het een en ander aan. En fijn dat je in ieder geval nog steeds bij ons bent, Egbert. Dank je wel. We hopen dat het nog lang zo mag blijven. Dat hoop ik ook. Oké. Dat hoop ik ook. Dank je wel. Dank je wel voor je komst, Egbert. Okay.